In het kielzog van wat VHP-parlementariër Mahinder Kumar Jogi gisteren zei over corruptieve handelingen met dieselbrandstof bij het overliggend waterschap Multipurpose Quarantaineproject OWMCP, maakt ook NDP-parlementariër Ibu Jones melding van corruptie bij de dependance van het ministerie van Openbare Werken in Ikeri. In de Nationale Assemblée zei Jones dat de corruptie bij dat departement toeneemt. Hij is blij dat ook vanuit de oppositie hierover aan de bel wordt getrokken en wil dat de minister van OW hiervan op de hoogte wordt gebracht. Die corruptie die daar gaande is bij OW, voorzitter, is nog groter. En ik ken deze minister en ik ga ervan uit dat die minister begrijpt dat de manier waarop wordt omgegaan in Ikeri. En ik weet niet wie belast is met bestraten en bezanten van wegen in Ikeri. Maar ik heb wel zowel van de minister van LVV en de minister van OW, voorzitter, moeten ze hier komen aangeven, voorzitter, wat er allemaal gebeurt met de trukken zand die daar moeten worden afgeleverd en niet wordt afgeleverd, maar wel wordt afgeboekt en er wel geld wordt geïnd. Dus ik wil wel weten van u, voorzitter, hoe het zit dat die wegen in Ikeri nog steeds slecht zijn en die corruptie maar toeneemt en er maar niet wordt ingegrepen, voorzitter. Jones wijst er ook op dat mensen in voltijdse dienst bij de overheid worden ingezet in privébedrijven, zoals reisbedrijven. Dit komt volgens hem vooral omdat deze mensen bevriend zijn met de departementsleiding van het ministerie, waar deze zaken zich voltrekken. Dat is de corruptiezaken die daar gebeurt en dat zijn zaken die we moeten aanpakken. Dus graag uw dringend aandacht daarvoor, voorzitter. Dank u. U zag en hoorde parlementariër Ibu Jones gisteren in de Nationale Assemblée voor aanvang van de behandeling van de casino-wetten.